Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de FAO, Food and Agriculture Organization en de Global Environmental Facility streven naar een pesticidenregistratiesysteem voor het Caribisch gebied. Dit vertelt Carmen van Dijk, waarnemend hoofd bestrijdingsmiddelen. In verband met dit voornemen vindt er op het ministerie van LVV een driedaagse meeting plaats. Dit pilotproject houdt in dat experts vanuit de regio bij elkaar komen om documenten die worden ingeleverd voor import van pesticiden worden geëvalueerd. En de uitkomsten daarvan gebruikt kunnen worden als advies voor die landen om te kunnen importeren. Van Dijk legt verder uit dat de adviezen die uit deze meeting komen rollen de Caribische lidlanden moeten helpen pesticiden die het land binnenkomen beter te beoordelen. Dit pilotproject is ongoing, zegt het waarnemend hoofd bestrijdingsmiddelen. Caribische naties die volgens Van Dijk niet beschikken over een pesticidenbord kunnen voordeel hebben aan de uitkomst van deze meeting. Enkele landen hebben wel een pesticidebord, maar er zijn een aantal eilanden die dat niet hebben. En het zijn eigenlijk meer voor die landen dat dit wordt georganiseerd. Maar neem niet weg dat zij die dat wel hebben, dat zij de uitkomsten van deze meeting kunnen gebruiken als vergelijkingsmateriaal. De pilot meeting staat onder leiding van Dr. Simon Collins, CEO van de CAFSA. Aan de pilot meeting participeren 10 specialisten uit verschillende disciplines uit het Caribisch gebied.